Best for Soil. Vruchtwisseling praktische informatie. Hoi, ik ben Saskia en ik werk bij Delfi, een onderzoeks- en adviesbureau in de akker- en tuinbouw. Om een goede bodemgezondheid voor elkaar te krijgen, is een goede vruchtwisseling van groot belang. Hoe je dat doet en wat er allemaal bij komt kijken, zie je in deze Best for Soil video. Een goede vruchtwisseling kan helpen om gewasschade door plagen en ziekte te voorkomen en tegelijkertijd de gezondheid van de bodem te verbeteren en in stand te houden. Naast het voorkomen van plagen en ziekte speelt het een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid en structuur. Vruchtwisseling is een geplande volgorde van de teelt van gewassen op hetzelfde veld. Het opvolgende gewas behoort tot een andere familie om bodemziekte en aaltjes te vermijden. Een rotatie kan zeker eenvoudig worden gehouden, maar hoe diverser, hoe meer voordelen het kan geven, onder de voorwaarde dat de specifieke gewassen in de juiste volgorde en verhouding worden geteeld. Om een goede vruchtwisseling te ontwerpen, is het belangrijk om de onderliggende processen te begrijpen en de juiste stappen te volgen. Bodemziekten en aaltjes hebben een vatbare waardplant nodig om te overleven en zich te vermenigvuldigen. Ze kunnen zich in of op de waardplant vermenigvuldigen. Na de oogst kunnen gewasresten en dode planten grote hoeveelheden ziekteverwekkers en aaltjes bevatten. Bij de afbraak van de gewasresten en planten komen de ziekteverwekkers en aaltjes in de bodem terecht, waardoor het niveau in de bodem toeneemt. Dit verhoogt de druk op het volgende gewas, tot het punt dat de teelt ervan niet meer economisch haalbaar is. Deze continue cyclus kan worden onderbroken door een niet waard plant te telen die niet gevoelig is voor de ziekte en aaltjes in de bodem. Deze actie maakt gebruik van natuurlijke factoren, bijvoorbeeld doordat de ziekteverwekker geen voedsel meer heeft of wordt bestreden door gunstige micro-organismen, wat betekent dat de populaties van de ziekteverwekkers en aaltjes tot op het punt zullen afnemen, zodat potentieel gevoelige gewassen weer met succes in dezelfde bodem kunnen worden geteeld. Een goede vruchtwisseling voorkomt dat plagen en ziekten een populatiedichtheid bereiken, waarbij ze de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen zodanig beïnvloeden dat het resulteert in een economisch verlies voor de teler. Het verhoogt of behoudt de bodemgezondheid en draagt zo bij aan het behoud van de rentabiliteit van het gewas. Allereerst wordt een goede vruchtwisseling aangepast aan de lokale omstandigheden. Naast marktkansen en bodemsoort is het niveau van aantasting door reeds aanwezige ziekten en plagen bepalend voor het vruchtwisselingsschema. Het bepalen van de hoeveelheid aanwezige aaltjes is relatief eenvoudig. In veel landen bieden openbare en particuliere laboratoria dergelijke diensten aan. Echter bestaan er slechts enkele van dergelijke methoden voor schimmel in de bodem, bijvoorbeeld voor verticilium. Bovendien is deze analyse in slechts een beperkt aantal landen beschikbaar. Daarom is een goede vruchtwisseling extra belangrijk om schimmel in de bodem te beheersen. Er moet rekening worden gehouden met de range aan waardplanten voor bodemziekten en aaltjes. Sommige ziekten en aaltjes hebben een vrij beperkte range aan waardplanten, zoals aardappel aaltjes. terwijl andere een breder range aan waardplanten hebben, zoals Trigodorus spp. Planning van de vruchtwisseling is sterk afhankelijk van het gewas en welke ziekte of aaltjes al in het veld aanwezig zijn. Hier stellen we een vruchtwisseling op met behulp van de Best for Soil database. Ons voorbeeld is een perceel op een zandgrond in Noord-Europa. We hebben een rotatie van 8 jaar. De hoofdgewassen zijn aardappel, ui en peen. Typische bodemziekten en aaltjes zijn voor deze gewassen Verticillium dahlia, Sclerotinia, Sclerotium, Fusarium, Foma terrestris, Aitanaria Radicina. Vrijlevende aaltjes, de aaltjes Pratilentius penetrans en Trichodorus spp. In de vruchtwisseling telen we twee keer aardappel en de andere gewassen zijn suikerbiet, kool en wintertarwe met raaigas als groenbemester. Een algemene regel voor de frequentie is om een gewas hoogstens eens in de twee jaren te telen. Voor veel gewassen is echter een langere periode nodig. In deze vruchtwisseling wordt bijvoorbeeld het hoofdgewas aardappel afgewisseld met drie teelten van andere gewassen. Bodemanalyse en waarnemingen van vorige gewassen laten zien dat de volgende aaltjes in het veld aanwezig zijn. Het aaltje Pratilentius penetrans en het aaltje Trigodorus spp. Het niveau van het aaltje Pratilentius penetrans ligt boven de schadedrempel. Daarom kijken we in de Best for Soil database om te zien welke niet-waardplanten we kunnen telen. Na het invullen van onze gewenste vruchtwisseling laat het schema zien op welk niveau een aaltje zich kan vermenigvuldigen op de gekozen gewassen en op welk niveau de gewassen last hebben van het aaltje. Zoals we hier zien, is Trichodorus niet altijd schadelijk, maar vermenigvuldigt het zich wel op alle gewassen. Daarom besluiten we om de groenbemester Tagetes patula in te voeren, aangezien Tagetes een stof vrijgeeft die dodelijk is voor Pratylengus wanneer deze aaltjes de plant binnendringen. Een andere zwakte van ons plan is de volgorde van de wintertarwe en de keuze voor roggen, omdat Pratilenchus zich sterk vermenigvuldigt op roggen en slechts een beetje op suikerbiet. Nog betere opties in plaats van rogge zijn Japanse haver en zomergerst. Daarom besloten we om een suikerbiet te wisselen met zomergerst en rogge te vervangen voor Japanse haver met tagetes als groenbemesters. Dit is een voorbeeld van een verbeterde vruchtwisseling. In de Best for Soil Factsheet over vruchtwisseling vindt u meer voorbeelden van vruchtwisselingsschema's, zoals de gebruikelijke wisselteelt van wintertarwe, aardappel en winterkoolzaad in Noord-Europa. Andere overwegingen bij het ontwerpen van een vruchtwisseling komen nu kort aan bod in deze video. Sommige gewassen worden na elkaar geteeld om elkaar te ondersteunen. Een vlinderbloemige, die stikstof fixeert, kan worden geteeld voor een gewas dat een hoge stikstofbehoefte heeft. Een diepwortelend gewas zoals zomergerst kan naar gewassen zoals suikerbiet worden getild om de bodemstructuur en waterinfiltratie te verbeteren. Ook brengen diepwortelende gewassen voedingsstoffen terug die naar diepere bodemlagen zijn uitgeloogd. In plaats van de grond na het oogsten van het hoofdgewas braak te laten... Kun je groenbemesters telen naar alle gewassen die uiterlijk op 1 oktober worden geoogst? Realiseer goed dat je ook voor groenbemesters rekening moet houden met de aaltjesdruk in relatie tot waardplanten en niet waardplanten. Groenbemesters voorkomen uitspoeling van voedingsstoffen, laten gewasresten achter wat het organische stofgehalte op pijl houdt, ze beschermen het bodemoppervlak en voeden het bodemvoedselweb. Bodembedekkers bevorderen ook de vorming van stabiele bodemaggregaten die bestand zijn tegen erosie door hevige regenval en wind. Meer informatie over bodembedekkers vindt u in de Best for Soil video's over bodembedekkers en groenbemesters. Om het meeste voordeel uit je bouwplan te halen, integreer deze dan met andere maatregelen zoals bodembedekkers. In elk geval overweeg altijd welke parasitaire aaltjes en ziekten u hebt of verwacht en pas uw vruchtwisseling en keuze van groenbemesters aan om deze te verminderen. De Best for Soil database kan worden gebruikt om het juiste gewas voor uw situatie te kiezen om een goede vruchtwisseling op te stellen.